Hey mensen en welkom bij een gloednieuwe video op de Road to Glory. Vandaag hebben we een hoop te doen. Jullie kunnen het zien. Ik heb een Saliba gesniped voor 10.000 coins. Die gaan we upgraden vandaag. Daarnaast hebben we ook nog een verdediger waar we het even over moeten gaan hebben. Er komt een nieuwe promo aan. Fire versus Ice. Het design is bekend. Het ziet er ziek uit. Ga er lekker voor zitten en dan gaan we gauw beginnen met de Road to Glory van vandaag. Hey jongens, ik hoop dat jullie allemaal weer lekker klaar zitten voor de nieuwe Road to Glory. Heb je er nou zin in? Laat dan die like achter, want bij 500 likes op deze video komt er morgen meteen een nieuwe voor jullie uit. En dat is toch perfect? Dat wil toch iedereen? En ben je nieuw? Abonneer zeker weten, want bij 100.000 abonnees geef ik 100.000 FIFA points weg aan jullie. Je weet wat je te doen staat. Abonneren dus. We hebben dus die Saliba en dat is echt helemaal nice. Dat is leuk. Ik heb er 10.000 coins voor moeten neerleggen. Ik heb hem moeten snipen. Hij is extinct op de markt. Dus, nou ja, dat moest maar. Ik heb 1,1 miljoen coins. En we gaan nu dus eventjes naar de Evolution toe. Want ik wil die Saliba gaan upgraden. Wat betekent dat we als het goed is... Hoe heet die nou? Keep up moeten gaan doen. Daarmee gaat hij naar 84 pace, 88 defending en 89 physical. Hij krijgt een playstyle plus die heel erg lekker is. Die heeft Koundé ook. En op Koundé vind ik die echt geweldig. Dus deze kaart gaan we gewoon vrijspelen. Kost me 75.000 coins, maar ik zit op een punt... waarbij ik gewoon mijn verdediging wil upgraden. En deze kaart op de markt zou ongeveer 300.000 coins zijn. Dus weet je wat? Prima. Deze is nu dus begonnen. We moeten daar 3 potten voor spelen, waaronder 2 winnen. En daarna moeten we er nog 2 winnen. Het kan allemaal in squad battles. Het is 5 potjes. Het stelt eigenlijk vrij weinig voor. Dus dat is eigenlijk wel heel erg nice. Hij krijgt een leuke upgrade. Moest ik gewoon doen. Betekent wel trouwens dat Eder Militao eruit gaat. Die heb ik genoeg gebruikt. Weet je, hij is echt top. Laten we eerlijk zijn, het is echt een hele goede verdediger. Ik heb hem zoveel gebruikt, het wordt tijd gewoon voor wat anders. En Saliba krijgt zoveel betere defending en physical, dat we deze wel moeten gebruiken. Ook Cannavaro wil ik eruit gaan halen. Hij doet het prima hoor, hij is echt niet slecht. Maar ik wil hier Alaba neerzetten. Alaba kan geüpgraded worden naar een 93 rated kaart. Echt heel ziek. Zijn inform kost echter 75.000 coins. Sterker nog... met een beetje pech is die extinct. Die is ook extinct. Zie je dat? Nou, die kun je snipen voor 75k. Dat is zijn maximale buy now. Maar dan moet je hem nog maar net tegen zien te komen. Gaat het lukken? Geen idee. Ik kan het proberen, maar... ja, ik denk het niet. Zit ik ook weer onder de miljoen coins, waar ik natuurlijk niet heel vrolijk van word. Maar dat is dus een optie. Die lekker snipen en hem dan lekker gaan upgraden. Gaan we hem heel makkelijk snipen? Nee. Deze kaart is denk ik helemaal opgekocht. Wat we wel kunnen doen, is zoveel mogelijk... proberen om de 83 plus Team of the Week upgrade eruit te persen. Want elke keer dat we deze doen, maken we een kans om die Alaba te pakken. Ik ga even kijken of ik nu in de club heb zitten wat ik nodig heb om er eentje te kunnen halen. Ik heb heel weinig walkouts, zie ik nu. Dus dat wordt wel echt lastig. Weet je wat? We wachten heel even met die Team of the Week player pick. Laten we eerst maar eens iets simmers doen. En dat is de Div Rivalry Rewards openen. Want uiteraard hebben we ook vandaag weer Div Rivalry Rewards, jongens. Het zou mijn account niet zijn toch als we geen Div Rivalry Rewards pakken. Ik heb afgelopen weekend... geen Weekend League gespeeld. Maar wat we hier gaan doen, aangezien Fodder zo goedkoop is... is lekker deze rewards pakken met de 25k erbij. Nou, is toch weer een derde van zo'n Alaba kaart. Dat is handig om te hebben. Divisie 3 dus, rank 1. 7 wins gepakt. We krijgen wat leuke packs. Laten we hopen dat daar ook nog wat goeds in kan zitten. We gaan naar level 13. Dus krijgen we ook nog een player pick, als het goed is. Toch? Ja, een 1 uit 3, 83 plus. Dat is best een leuke, jongens. Ben ik even benieuwd of we hier iets goeds uit kunnen packen. Een Winter Wildcard icon. Karincha, waarom niet? Geef hem maar iets lekkers. Gaat dat erin zitten? Nee. We krijgen wel een 86 Toni Kroos. En die accepteer ik gewoon. En jongens, uiteraard hebben we ook vandaag weer een comment van de video. Bam! Dank jullie wel voor de support op de video van gisteren. Sorry dat het zo laat online kwam. Alsnog heel erg leuk om te zien hoeveel support erop was. Wil je nou in de video van morgen zitten? Met je comment. Laat dan even een leuke comment achter. En wie weet krijg jij wel het plekje in de comment van de video. Nu moeten we zo snel mogelijk naar level 15 toe gaan. Want daar zit een 83 plus keer 20. Dus daar moeten we even voor gaan spelen. Ik heb wat weekly objectives gemist ook. Het is allemaal best pijnlijk. Maar goed, het is gereset over 5 uur. Ik kan nog even 250 XP meepakken. Maar dat is het wel zo'n beetje. En hier ook nog. Ik kan nog 500 XP meepakken. Maar dat is helaas een... dat is niet ideaal. Want we lopen er echt 1750 XP mee mis. Maar goed, ik ben met kerst en nieuwjaar gewoon niet thuis geweest. Dus dan kan dit niet. Heel simpel. En de milestones zijn doodsaai. Zoals elke dag. We hebben 3 packs. Laten we even kijken of we nog iets leuks kunnen packen. En anders hebben we dus 82, 83 is nodig en zo. Zodat we hopelijk zo'n player pick kunnen doen met Team of the Week. In de hoop daar Alaba uit te packen. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog zoek. Ik doe die SBC echt heel vaak. En ik pack ook heel vaak 86 rated spelers. Maar nooit degene die ik zoek. En dat is Alaba. We krijgen hier Kamada. Dat is echt slecht. Ga ik niet om liegen, jongens. Contracten hou ik wel eventjes. De manager leagues boeien me vrij weinig. Dit was een slechte pack. Maar we hebben er nog 2. Eerst maar eens een Jumbo Premium Gold Players Pack. Daar zit geen walkout in, volgens mij. Is dit Asensio als beste? Nou goed, ik had gevraagd om een 83 rated en die krijg ik. Dus
Mag ik klagen? Ik denk het niet. Maar is het heel erg goed? Nee, ook niet hè. Maar het zijn wel weer een hele hoop spelers die in player picks kunnen, die we kunnen gebruiken in zo'n Team of the Week player pick. En we krijgen wat dubbele spelers. En die kunnen we heel eventjes snel gooien in een player pick. 80 plus player pick, ik blijf hem geweldig vinden. En ik doe hem ook gewoon letterlijk zo vaak als dat kan. Gewoon omdat ik weet hoeveel goede dingen je hieruit kan pakken, jongens. Ik heb er ook nu weer een Lewandowski uitgepakt. Daarmee heb ik een hero player pick gedaan. Zat er Forlan in, was niet zo goed. Maar goed, daar doe je dan vrij weinig aan. Ze zijn gewoon super handig voor fodder en voor lekkere spelers. En af en toe pak je echt iets heel erg zieks. Nu toch weer een 85 erbij. Nou, dat was het helemaal waard. Hebben jullie een beetje zin in de nieuwe promo, jongens? Ik wel, ik ben echt benieuwd. Ik vond Winter Wildcards een beetje tegenvallen. Laat me in de comments even een review achter van deze promo. Laat me even weten hoeveel spelers jullie gehaald hebben. Ik dus eigenlijk alleen Havertz. En laat me even weten waarom je die spelers hebt gehaald. En dan ben ik benieuwd hoeveel je er in de club hebt gepakt. 50k heb ik nog om mee af te sluiten. Geen gegarandeerde rating, geen walkout volgens mij. Braziliaans, centerback. Dit is een 84 ratetje. De ruive rewards waren pure anus. Maar misschien dat de inform player pick nog goed gaat zijn. Hopen van wel, want dit was echt niet goed tot nu toe. Nou, laat het maar zien. Net kregen we een 85 ratetje. Dat was hartstikke welkom voor die inform player pick. Waarin we dus hopen die Alaba te pakken. En nu toch weer een 83. Hey, ik vind het allemaal goed jongens. Het is welkom. Ik denk dat we er wel een inform player pick uit moeten kunnen persen. Natuurlijk kun je ook altijd tradable nog iets leuks pakken uit die packs. Kans is klein. Maar het gebeurt wel eens. Dit gaan we inleveren. Daarmee is de 83 rated squad gedaan. En is het gewoon echt hopen dat je geluk hebt en dat je zo'n inform Alaba pakt, jongens. Want ik wil die 93 rated centerback kaart zo graag in mijn team hebben. En ik heb een regel voor mezelf gezet, hè. Tot team of the year mag ik niet onder die miljoen coins zakken. Want dan gebruiken we het allemaal in upgrades en hopen we zoveel mogelijk team of the years te pakken. Nou, als je de video van gisteren gezien hebt, dan weet je dus dat er twee teams uit gaan komen dit jaar. Eentje met vrouwen, eentje met mannen. Nou, dat is natuurlijk ideaal. Laten we eerlijk zijn, dat is perfect. Toch, dat is echt heel lekker. En ik hoop gewoon dat we er een aantal kunnen gaan pakken dit jaar. Het zou echt heel top zijn. Ik heb ook echt gewoon zin om tijdens Team of the Year keihard te gaan grinden. Ik kan echt niet wachten eigenlijk. Dit leveren we in. Kom op, geef me eventjes geluk. Geef me zo'n David Alaba. EA, het zou zo ongelofelijk fijn zijn. Ik heb het eigenlijk stiekem gewoon keihard nodig. Kom op, geef me die Alaba. Ik wil Alaba zien. Nee, alleen maar 83'jes. Ah, dat is dikke vette anus. Het is niet heel erg hoor. Het is alsnog 30.000 coins natuurlijk. Maar stiekem had ik gehoopt op meer. Wanneer inform zakken in prijs, wil ik er toch altijd wel even bij zijn. Ik heb ze nog niet gekocht dit jaar nadat ze zijn gezakt in prijs. Maar elke keer baal ik ervan als ik het niet doe. Dus we gaan heel even kijken of ze onder de 30k liggen. Nee, ze liggen op 30. Dat vind ik nog net te duur, in alle eerlijkheid. Dus ik ga ze niet inkopen, maar het was wel aantrekkelijk. Geen Alaba gekregen dus daar moeten we gewoon voor verder gaan. Ik ga deze laatste pack even openen. En dan gaan we denk ik maar gewoon eventjes die Saliba upgraden. Dit is een 84'tje trouwens. Dat is op zich geinig. 84'tjes zijn minder dan 2000 coins. EA, kom alsjeblieft met een leuke promo. Want dit is niet te doen zo. Het wordt echt tijd voor een leuke promo. Waarbij spelerprijzen omhoog gaan. Want het is pijnlijk goedkoop allemaal. Dan is het denk ik tijd om maar heel even snel die Saliba te gaan upgraden. In squad battles. Waarom niet? Hey, en als ik slim ben, dan pak ik meteen een objective mee. Want die is er ook nog. En dat is deze Theme Pursuit. Oh, die is weer gereset. Dat is balen. Oh, dat is heel erg balen. Voor XP heb ik daarbij misgelopen. Ook 1000. Hoe ga ik ooit het einde van het seizoen halen op deze manier? 4 Premier League spelers, 4 Serie A spelers. Zullen we eens kijken of dat lukt? Even kijken hoor. We hebben nu 1, 2, 3 Serie A spelers, 4 Premier League spelers. Hou ik Frenkie er wel even uit. Gooien we hier nog een Serie A speler neer. En dan gaan we even die objective afronden. Gaan we even wat XP en zo pakken. Het is echt keihard nodig. Weet je wat? Ik zie jullie wanneer die Saliba is geüpgraded. En zo hadden we vandaag op de Road to Glory nog één taak. En dat is het upgraden van die Saliba kaart. En ik hoor jullie allemaal al denken. Ach, wat een watje. Hij doet het in squad battles. Nou jongens, noem maar een watje. Want dit watje is zowel in 45 minuten klaar met en die Saliba upgraden. En al die objectives doen voor leuke packs en zo. Dus weet je wat? Noem me maar een watje. Ik vind het goed. Maar eerlijk, het is wel een klein beetje sneu. En als je nou echt effectief squad battles wil spelen, jongens, zet hem gewoon op semi-prof of professional. Score 5 doelpunten. Dat is eigenlijk het minimale. En daarna maakt het niet meer uit hoeveel doelpunten je scoort voor de punten die je krijgt. En dan moet je gewoon de pot uitspelen. Lekker op balbezit rondtikken totdat de pot voorbij is. En dan win je de pot. En in dit geval moeten we dus weer het team gaan veranderen. Want voor die Themed Pursuit Objective moet je één pot spelen met een aantal spelers van ieder team. En dus pas ik na die eerste pot meteen
team weer aan met 4 La Liga Santander spelers, 4 Ligue 1 spelers en 2 Ligue 1 van de vrouwen spelers. Uiteraard winnen we de volgende pot weer, de squad battles. Als je dat op professional niet wint, dan heb ik medelijden met je. En na elke pack krijg ik een aantal leuke rewards, omdat we dus telkens een team aftikken. Player picks, de ene keer is het leuk, krijg je iets goed. De andere keer is het niet leuk en dan krijg je een banini. Weet je, dat is gewoon wat het is. In onze tweede zit ook vrij weinig, maar een 83 Eriksen komt wel weer van pas in Team of the Week player picks. Uit een 78 plus keer 2 weten we nog een walkout Eudegaard te pakken, ook heel erg lekker. Ik weet ook nog een Trippier te pakken. Ik pas mijn team weer aan, dit keer met Bundesliga, Eredivisie en Liga NOS spelers. En daarmee pakken we ook de derde win. En ik krijg natuurlijk weer wat simpele packs vanwege die Theme Pursuit, maar belangrijker nog, onze Saliba krijgt als zijn eerste upgrade naar een 84 rated. Nog maar 2 potjes en dan heeft hij zijn upgrade al te pakken. Ik pas het team weer aan en je kunt nu wel zien dat ze aanzienlijk minder goed worden. En uiteraard winnen we ook deze pot. Belangrijk is nu wel, jongens, dat we geen tegendoelpunten pakken, want voor de laatste upgrade van Saliba hebben we 2 keer een clean sheet nodig. En dan hoef ik nog maar 1 pot te spelen om die Saliba af te ronden, maar ik hoef ook nog maar 1 pot met 3 leagues te spelen en dan hebben we ook de Themed Pursuit objective af. En dat is natuurlijk helemaal geen probleem. We winnen ook die laatste pot squad battles met 7-0. Is dat gewoon afgerond? We zetten Saliba in ons team en dat is het voor vandaag op The Road to Glory.